Zoals sommige van jullie... Zie je wat ik doe? Ik hou dingen geheim. Mensen die een klein stukje terugspoelen, die begrijpen... Oh. Yes. Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze speciale video met een bijzondere aankondiging. Want, eerst zielig nieuws. Even terug in de tijd. Even terug in de tijd, inderdaad. Zoals de meesten van jullie wel weten, hadden wij een kat, Gollum genaamd. Gollum. Briljante naam. Gollum, a.k.a. Boekie, zoals de meesten van jullie dachten dat ze heet. Ja. En Gollum hebben wij anderhalf jaar terug in een tuinhuisje gevonden. En die hebben wij in huis genomen. Dat was een straatkat. Nooit de eigenaar gevonden in ieder geval. Gollum was al heel oud en doof en dement en die had pijn. En die hebben Daarom wij... Daarom konden zij en ik het zo goed vinden samen. Allebei oud en zagrijnig. Dus die hebben wij een maand terug ongeveer moeten laten inslapen. Zijfeest. Ja, nee, daar waren we serieus natuurlijk heel erg verdrietig om. Want in anderhalf jaar kan je al heel veel van zo'n beestje gaan houden. Kattenmensen als wij zijn. Maar wij houden ook van beesten. Ja, het huis was heel erg leeg. Ja. En daar moest natuurlijk weer, dat moest gevuld worden. Dus, wij hebben een hele leuke aankondiging. Wij willen jullie graag aan twee mensen voorstellen. Mensen? Twee mensen? We hebben een paar mensen online gevonden. En wij gaan jullie nu laten zien hoe jij ook een mens kan vinden. Wij hebben twee huisdieren gevonden en... Die gaan we zo aan jullie voorstellen. Ja, maar eerst even dit. Wat wij in ieder geval niet hebben gedaan, is dat wij ergens naartoe zijn gegaan om een huisdier te kopen. Of bij een fokker die te kopen. Of op een andere plek een kat te kopen. Want ik vind het zo'n belangrijke boodschap dat iedereen gewoon dieren adopteert als die een nieuwe... Het nieuw huisdier wilt. Dus hebben wij hier. Hallo. Dit is onze nieuwe Pocky. Hallo. Wat een schrikogen. Dit is Chloe, heet ze. Ze is al 6 jaar oud. Maar op de een of andere manier noemen wij haar altijd Bowie. Ja. Chloe was al haar naam. Of, iets met Oi is het. Ja, iets met Oi. Maakt haar ook niet zo heel veel uit. En dit is echt de makkelijkste kat op aarde. Deze vindt alles prima. Die lag op dag 1 al helemaal zo. Ik vind dit iets minder prima, dus ik zet er één op de grond. Dag poes. Volgens mij zijn er 3 dingen die je het best kunt doen. Ja, of... Je kan natuurlijk veel meer dingen doen, maar even om het duidelijk te houden. Ja. Je kan of naar je lokale asiel gaan en daar gewoon gaan rondkijken. Of er leuke katjes of hondjes zijn waar je een klik mee hebt. Of... je gaat naar ikzoekbaas.nl. Daar staan namelijk alle asielkatten en beesten en konijnen, volgens mij ook allemaal cavia's, verzameld op 1 website. Dus dan kan je natuurlijk over heel Nederland zoeken. Heb je misschien meer kans dat je iets vindt wat je zoekt. Met de cavia's weg, echt waar? Ja, volgens mij ook. En een derde optie is verhuisdieren.nl. En zo hebben wij deze schatjes gevonden. Verhuisdieren.nl. En verhuisdieren.nl is een website waar mensen hun dier op kunnen plaatsen, zodat ze niet naar het asiel hoeven. Dus het is eigenlijk een stap voor het asiel. Dus op deze manier zoek je eigenlijk al een huisje, een nieuw huisje zelf voor je beesten. Dus hoef je ze niet weg te brengen, maar kun je ze gelijk naar een nieuw eigenaar brengen eigenlijk. En zo zijn wij bij Furby en Chloe terechtgekomen. Chloe, Bowie, Chloe. Ja, haal jij Furby er even bij. Furby is een heel speciaal katje die de vorige eigenaar van de straat heeft geplukt. Die blijkbaar in een huis woonde met nog 25 katten. En toen hebben ze haar er vandaan gehaald omdat ze zoiets hadden van, nou ja, beter bij ons in een klein flatje dan in die puinhoop. Dus dit is een beetje een getraumatiseerd katje. Nou ja, katje, kat. Furby heeft even geen zin in, dus die komt zo. Ze moeten er sowieso nog heel erg wennen, want ze zijn hier nu nog geen week. Ze zijn hier 4 dagen nu, denk ik. Ja. Ze moesten weg bij een vorig huis, omdat de eigenaar hield heel veel van ze, maar de kinderen die ontwikkelden een allergie voor katten. Dus die... Ja, dat ging niet meer. En er is geen verhuiskinderen.nl, dus ja. Ja, in ieder geval onze boodschap is, er zijn zoveel katten en honden en beestjes die op dit moment geen eigenaar hebben en zitten weg te kwijnen in een asiel. En als je het overweegt om een huisdier te nemen, neem dan een asielbeestje. Ga daar eerst kijken. Er zijn zoveel lieve beestjes en die hebben allemaal liefde nodig en een huis. Ja,
Dus dat is eigenlijk onze boodschap. En we wilden jullie natuurlijk gewoon laten kennismaken met onze nieuwe beestjes. Want die gaan sowieso natuurlijk een grote rol spelen in onze video's. Super grote rol. Grotere rol dan jij. Ga vooral de weg lopen. Oh, dat is eigenlijk mijn rol. Ja. Mm. Oh shit, ik word langzaam uitgefaseerd zo. Dan zeg maar, hier komt een kat. Ja. Tot zover dan. Tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken. Zie je donderdag. Doei!